Hallo kijkers van Shine Sprite, we hebben een nieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Case Lock met Nanowing. Lekkering, want ik heb het haar van die chick in de fik gestoken. Yeah. Fuck die Zie, chick, man. Vorige aflevering. Ja. Oh, wat een aflevering was dat. Zeg dat wel, ik ben 2 Pokémon armer en jij ook. Yup. Dat maakt het wel weer een klein beetje ver. Heel klein beetje. Je staat nog maar 1 punt van me verwijderd nou, hè? Ja, maar zie het zo, dat maakt het weer interessanting. Oké. Ja, want nu is het echt nek aan nek. Dat is waar. En anders als jij... Hamring of Hamring? Ja, en anders was het een Milaning die weer door het project heen fietst. Vaak gebeurt met Sandring. Ja, dat is waar, maar buiten Sandring verlies ik altijd. Dus ik zou het leuk vinden om een keer te winnen van niet Sandring. Dat zou zeker wel leuk zijn. Maar de finale is toch 5 punten waard? Nee, 3. Oh ja, 3 was het. Nou ja, zelfs al staan we een beetje gelijk, dan kan je alsnog winnen. Dat is wel fair. Oké, ik ga een Pokémon in vanging en ik noem hem Bob en dan ruil ik hem naar iemand. Wow. Oh ja, ik mag jouw scherm weer bijpakken trouwens. Ja, jouw schermpje er ook bij. Gezellig, Henk. Zeker gezellig, Henk. Kijk, ik ga wel zo'n Litleo vangen. Litleo. Oh nee, ik had echt een hele bijzondere featuring aflevering gemaakt een paar dagen geleden. Featuring Mike van Rusty. Rusty Walks. Nee. Featuring de Power Rangers. De Power Rangers? De Power Rangers zitten gewoon in Super Mario RPG. Oh, je bent al zo ver. Ja. Ja, zeker. Die zitten in de gaming. Dat vond ik het vetste van die game. Het is best wel een moeilijke battle, hoor. Ja, dat, je vecht tegen hun en dan ook tegen dat schip. Yep. Ja, ik vond dat altijd wel vet van die game. Ik had toen... Ja, ik had sinds kort die game nog nooit gespeeld, maar ik vond dat altijd het vetst. Ook omdat... Ja, ik heb erg genoten van... Ik ben erg aan het genieten van die game, want ik ben nog niet klaar. Maar... Lekkering. Ja, ik ook niet. Maar ik heb hem alweer een paar maanden niet aangeraakt. Eigenlijk moet ik hem weer binnenkort gaan aanraken. En dan bedoel ik niet als in één keer aanraken, maar als in echt spelen. Dat zal wel... daarvoor is het wel bedoeld, uiteindelijk. Precies. Doei, Trevenant! Doei! Je hebt me heel goed geholpen, soort van. Doei, Kanekelop! Ah! Dat is wel een redelijk leuke Pokémon. Die had... Ja, die had jij. Ja. Ja, wat een course voor Squire. Ik zeg hier geen nee tegen. En het is goed voor de volgende gym. Als ik me wolf. Zo'n psychic typing gym. Maar er zit ook een beetje fairy in. Ja, Lucario was helemaal goed geweest. Maar ja, die is weer loading. Oeh, een Houndour. Oeh, dat is ook wel vet. Je was wel vet in het begin geweest, denk ik. Ja. Goed, wat krijg ik voor Lucario? Nog een Lucario. Alsjeblieft. Please, Lucario. Yo, Lucario Pieting. Dat zou echt een mooie titel zijn. Oeh, Alucha. Dat vind ik een vette Pokémon. Het is wel een vette Pokémon, maar voor de volgende gym is hij niet zo vet. Misschien is hij vet voor de Elite 4, maar... kijk, goed. Wat hebben we nog meer? Nu is de cap level 50, dus... Hij heeft wel goede moves, not gonna lie. Roost, Sword Stance, Flying Press, High Jump Kick. Volgens mij leert hij ook Acrobatics. Dan is hij wel allemaal poggers. Hé, hey, weer een Breloom. Ah, die kan je weer terug in de pot gooien. Hoppatee. Ja. Ik hoop dat jij een Mousehold krijgt.
Nee, ik haat die Pokémon in. Dat weet ik. Oh, nee. Ik vind het maar... zo grappig. Die een andere collega van mij op werk, die met haar vriend Pokémon speelt. Ze zitten nu in Kitakami en ze zijn alles aan het vangen. En die vriend... Godverdamme. I love this. Nee. Die had jij volgens mij ja. Die keer. Kut. Nou, die is sowieso niet boven de level 50. Maar die vriend van haar, die heeft dus een Excel sheet gemaakt. Van al Pokémon's die ze... Ja! Yes! Yes! Zo. Nog nooit zo blij geweest dat het level 75 was. Kijk dan wel... Oh, dat is een... Oh, dat is wel een vette verfilling. Ja, maar dat is een gecheater. Ah! Je kan hem wel alle Vervillions krijgen, volgens mij. Nou, bijna alle. Als je met Pokémon Go speelt en gifts uit het buitenland hebt. Of is hij niet gecheat? Oh, hij is shiny. Ja, hij is wel gecheat. Oh, dan is hij gecheat, denk ik. En hij is level 100, denk ik. Nee, hij is level 39. Ja! 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 Nee! Ja! Yes. Wat een bullshit. I'll take it. Oh, yes. Alleen het ding is, ik heb al mijn happiness berries al gebruikt. Ha. En hij begint op level 1. Fucking kut. Dat is voor happiness wel fijn, want dan bijvoorbeeld voor elk level krijg ik er ook happiness. Ja, klopt. Alleen het duurt dan heel lang. En dat is gezeikinkt. Een sunken! Oh, dat is echt niet leuk. Van mij mag je die ruilen. Nee, dat hoort er gewoon bij. Ik geef je de pass. Nee, gaan we niet doen. Nee, ik speel het eerlijk. Oké, nou ja, dan... ik geef je alsnog de pass, maar... Als je het nee zegt, dan kan ik er weinig aan doen. Kijk, ik ga Clotsire inwisselen voor Corviknight. En ik doe Riolu in de party. En dan... Heb je al je truitjes al gedaan? Ja. Nice, ik ken dat niet. Ik had ze aardig snel achter elkaar, had ik wat ik kon krijgen, zeg maar. Okay. Ik doe even 20 candy hierin. Hoppatee. Kijk, Drillpack is een mooie move. Dit ding. Swagger, hoeft niet. Dan maak ik van Corviknight Corviknight. Ja, na Gen 6 vergeet ik al die namen. Ook al vind ik deze Pokémon echt heel vet. Ja. Ik merk al dat ik hem gewoon te weinig heb gebruikt in Gen 8. Ja. Ja. Ik niet, ik had hem al in mijn team, shiny. Dat is wel vet. Nou ja, het was op zich vet, maar ik heb er 10 dagen over gedaan om in route 2 voordat ik verder ging met die game. Oh ja, een broertje van een vriend van mij, die heeft gewoon denk ik een jaar shiny Wooloo gehunt op route 1. Wat? En die is nooit shiny. Verder. Ja, hij had hem uiteindelijk wel shiny. En het is een vette shiny, ja. Oké, en dan maak ik van Gabite maak ik nu een Garchomp. Want nu mag het legaal. Jee, Garchomp. Wat is buiten Dark nog meer super effective op Psychic? Bug. Ghost. Ah, Ghost. Oké. Vigoree. Ik zit na te denken of ik iets mis, maar volgens mij is dat het wel zo'n beetje. Kijk, dan hebben we nog mijn X in Skinny, die pomp ik hierin. Drukt op B, maar ik wilde niet op B drukken. Waarom drukt hij dan op B? Ja, mag de gewoonte. Ah. Counter, nee dat hoeft niet. Dan pomp ik jou met 10.
moet echt heel veel candy hier pompen om... Voorspalm. Ja, voor nu. Sword Stance. Ook een goede move. Hey Milan! Kijk eens wie het terug is! Ah, gore kut Lucario. Yes! Let's go! Lucario. Denk ik zullen we winnen. Ah joh. Het is maar een Lucario. Oké, okay, jij bent mijn tweede partner. Hopelijk overleef jij dit wel nu. Kijk, okay, ik doe er nog 4 in. Ik doe er nog even 4 in Corviknight. Ik doe er nog 2 in Charizard. En dan heb ik nog 40 M Candy. Oké, okay, gaan we even kijken of Garchomp nog even wat leuks kan leren. Kijk, Sandtomb. Nou, dat is lekker weinig. Corviknight. Ja, jammer genoeg dat hij aan Iron Defense niet zoveel heeft. Nee. The more the user stats are boosted, the greater the move's power. It's amazing. It's amazing indeed, ding. Ik denk dat ik alleen maar... I'm a boy. Oh. Ken je dat nog? I'm a boy. I'm a boy. I'm a girl. Van die reclame van vroeger? Zeg je dat mee? Nee. Oh. Het enige waar ik aan moet denken is... I'm gay. I'm bisexual. I'm... pansexual, I'm actually transgender, en dan I'm a tech helicopter of zoiets dergelijks, iets in die trant. Maar goed, aan de andere kant. Jij kende, hoe heet die? Van die Pokémon meme niet, wacht. Ik moet het nu weten hoe die heet. Pokémon parodie. Dan begint het altijd, vandaag zijn onze vriendjes in Pokémon Spoof. Ja, volgens mij is het zo. Pokémon. Ik ken wel Fruit Salad. Yummy, yummy. Ik weet niet meer van hoe die gast heet die dat maakte. Ik weet niet meer hoe ik in de... town kwam. Het is in de garage, hè? In de garage, in de garage, fruit salad, yummy, yummy. Jammer dat die luchtdesk ding er niet meer is. Ja, voor de candy, dan was het echt ideaal. Ja, nu kan je wel, hoe heet het, krijgen. De... Oh nee, wacht, dat is ook alweer voorbij volgens mij. Je had... De weer van die exclusives. Dus je had dat steentje wat je hebt, Stone Journer, Journer, mm-hmm, whatever. En je had Ice Q en je had Serralage en die andere. Armor Rouge, ja. Ja, dat was hem. Ik ben door deze grotto gegaan, maar dit was niet de goeie grotto, denk ik. Dat denk ik dan niet in. Ik weet nog niet waar ik naartoe moet. Help my ink. Scenery. Nee, je moet niet in dat rechte stuk. Als je zeg maar naar die center gaat bij die windmills. Ja, daar kom ik vandaan. En dan naar beneden en dan dat caveje daarin. Ja, ja. La 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 la. Fuck. Dit is een Rocking the Riff. Dat is een Rocking Riff. Oh, maar je bent naar beneden gedonderd. Je moet niet naar beneden donderen. Oké. Hier moet je naartoe. Ga ik de goede kant op? Hallo, Nanoway? Oh, ja. Ja, daar. En dan naar beneden en het padje volgen.
Ah, het padje. Dan ben ik zeker van het padje af. Jazeker. Kijk, je moet eerst een stukje omhoog. En dan heb je hier die windmills. En dan moet je de pad hier volgen naar, ja, naar die gigantische berg. Yes. Ja. Lekker. Jazeker. En ik denk... Daar is een grotje, een hidden grotto. Een hidden grotto, hè. En na deze gymleadering, dan moeten we... Dan kunnen we kiezen... Ik denk dat we dan weer zo'n Titan gaan doen. Zo'n Dawn Fanning? Zo'n Iron Ja, ik denk zo'n Dawn Fanning gaan we doen, hè. Dan kunnen we... Vliegen? Oeh, dat zou zeer poch zijn. Want ik dacht dat klimmen dat de laatste was. Oeh, hier heb je van die dino-inks. Ja, oh, maar hier moet je de climbing shoes hebben, of niet? Nee, je kan hoog genoeg springen. Je moet gewoon zo hoog mogelijk geprobeerd te komen en dan... Wacht, hey, je larvitaring. Zeker, alle city earring. Alle pseudo-legendary inks. Lekker. Nee, Goomy zit hier helemaal niet. Oh, ja, dat Doobie is de leaking tegen mij. Dat is de uitzondering op de rating. Metagross zit hier ook niet. Ja, maar die zit in de blueberry again. Ja, maar jij zei allemaal. Dit is dus niet allemaal. Ja, maar van de base gaming. Nee, je bent aan de leaking. Van de gaming is being. Ja, die doet ook wel leaking, ja. Is dat ook van de leaking? Ja, hij is van de liga. Een liga. Oh, een liga. He do be eating a liga. Een liga. Een liga, liga, liga. Kijk, daar zijn we. Hallo. Waar moet ik naartoe? Oh, daar. Kijk. Nee, niet hier. En nu moeten we dat hele stomme Nandoing, waar moet ik naartoe? Oh, ik pak je scherm er weer bij. No stressing, back of lessing. Je moet sowieso omhoog gaan. Ja, maar ik was omhoog. Helemaal daarin was ja, ik. Ja, dat is de goede kant ding op, Ing. Maar dat was ik. Kijk, gaan we boven. Ja. En dan weer naar boven. Nee, ik doe falling. En nog weer. Dan moet je naar links. Ja, en dan naar boven, voren. En dan naar rechts. Nee, naar links. Je ging iets te ver. Waar die training staat, nou, ja, daar naartoe, Ing. Yes. Je moet het maar weten. Ik heb de game te vaak uitgespeeld, dus ik wist... Ja, dat blijkt. En net zoals met die, met dat eten. Ja. Yeah. Met dat eten wist ik ook exact wat je moest hebben. En volgens mij met de Elite 4 weet ik ook welke keuzes je kan maken. Er is altijd één standaard keuze die ik kies. Die kan ik het makkelijkst onthouden. Oh, ja, Nemona is hier. Een Nemona-toetje. Een Nemona-toetje is hier. Heb je me nou gewoon ingehaald? Ik ben Snelly Panting. Holy pooping. Oh, ze wil eerst vechten? Huh? Maar dat staat er niet bij. She do be fighting met mij. Waarom hebben ze dat dan niet... I do not get it. Maar geen zorgen, ik heb... Ik moet fighting tegen haar. Ik heb ook niet kunnen whistling. Ja, maar ik ook niet. Maar Harry, wil je ruilen? Hé hey Harry, wil jij ruilen? Jij kan dat stemmetje zo fucking goed. Hé hey Harry, wil jij ruilen? Ja, precies die. Echt die. Holy stiekem damn. Heb ik het ingesproken. Ja. Holy damn. Nou, zijn we wel van een monotoetje af? Volgens mij moeten we niet meer naar gym 8. Nee, naar gym 8 hoeven we niet meer tegen een monotoetje te vechten. Dan doen wij bubble beaming op deze vuile witte. Ik ben wel accuracy veld, dat vind ik niet mijn. Dat is niet zo Pogarino's. Wat, hij is niet eens dood? Azumarilling. Oh ja, Azumarill is natuurlijk... Oh ja, I got it. Is niet super sterk in Pokémon, Ing? Azumarill die is... Physical, hè. Oh, ja. Dat is waar, ik heb game waterval. Oh. Stop. Raak de steel, Ing. Oh.
that stung, but you're not the only one who can hit hard when it counts. Wat vind je van de drill pack? Make it count, play it straight. Don't go back, don't hesitate. There you go, big time. Volgens mij hebben we dat niet eens besproken nog. Nee. Het is ons niet gelukt om kaartjes te krijgen. Fucking hell. Ja, weet je wat nog het ergste is? Nee. Ik hoorde dus van een... Ik weet niet of ik dat tegen jou had gezegd, maar... Een vriendin van een andere collega van mij... Ja. Die probeerde dus ook kaartjes te krijgen. Ja. Die stond echt iets in de 70.000ste in de rij. Nee. Ja. Ik stond 12.000ste. Dus dat was al een stukje beter. Maar dat was wel slechter dan de vorige keer. Maar ik hoorde dan weer van iemand anders. Die stond iets van rond de 5000 in de rij. Mm-hmm. En toen die aan de beurt was, was alles alweer uitverkocht. Ja, scalpers hè. Yep. Maar goed, wij waren er ook. Wij wilden ook meerdere kaartjes kopen. Dus ja. Ja, maar scalpers kopen ze om ze door te verkopen. Ja, dat is waar. Ze stonden gelijk alweer op Marktplaats. Motherfucker. Yep. En dan, het was volgens mij, zo'n kaartje was €60. En het werd doorverkocht voor 75. En dan weet ik niet eens of dat... Ik denk dan dat dat de goedkoopste was. Ik weet niet of er, wat dan de duurste was. Maar het was niet best in ieder geval. Hier, hoppatee! In de pan gehakt. Kijk, Miao Scarada. Ga ik naar Lizardon. Always, het is gewoon Charizard. Nee, Lizardon. Fuego. Pokémon, Lizardon. Lizardon, let's go. Let's go. Ik Lizardon. Crazy, 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 till you see the sun. Dat is van One Direction. One Erection. One Erection. They all go one direction. The right way. The gay way. Wow. Ja. En dat mag hoor. Dat mag wel. Dat wou ik zeggen. Ja. Zeker geen haat daartegen. Deze vuile katbitta is echt een bitta. Ja, want het overleeft. Maar het is lekker geburnt. Gotta burn. Gotta burn them all. Gotta burn them all, Pokémon. Precies. Doe maar lekker je slash. Ah, wat jammer nou. Je bent toch geburnt. Goodbye. Jammer dat we niet gestolen hebben. Het was wel vet geweest dat we gesolinkt waren. Oh. Don't throw that shade. Nightshade. Nightshade. Exacto Mundo. En dan komt die. Raymundo. Lekkering. Heel lekkering. Oh. Zo, we zijn eindelijk van de Mona toetje af voorlopig. Ja, dat is pas lekkering. Ja, dat voelt echt als een opluchting. Als je welste. Een opluchting is een Engels leenwoord. Zekering. Zedring, jij kan dat wel even confirmeren, toch? Dat is een Engels leenwoord? Ja, toch? Zeker. Laat het even in de comments. Oh. Hier doe ik. Ja, nu moet je opnieuw beginnen. Kut, nu moet ik Ctrl-R doen. Oh, nee. Ik ga praten met deze vuile bitta, want ik wil vechten tegen de leader. Oh, wacht. Je moet eerst zeker iets doen. Je moet die stomme dansroutine doen. Ken je die? Ik heb me dat denk ik geblokt uit mijn geheugen. Het is zo stom, hè. Oh, moet je dan ook weer... Ja. Is het niet een beetje hetzelfde als op die vulkaan in Gen 7? Nee. Bij Kiawe? Nee, niet echt. Ik wil wel Corviknight trainen. Ik heb haar helemaal geblokt uit mijn geheugen. Ja, zij is wel cutie. Zo'n cutie guying, alleen dan niet guying. Een girling. Een girling, cutie girling.
Ja, zij is wel. Ik wou dat. Nou ja, wou ik dat zij een gymleader was. Oh, is zij de gymleader niet? Oh. Nee. Huh. Ze lijkt wel echt op een gymleader, maar zij is een van de docenten van de school. Ah. Bro, waarom is zij niet een van die elite 4? Ja, die elite 4 zijn zo saai. Take emotional spectrum practice. Wat? Ja. Dit is niet oké. Mark Evans zou nu op dit moment zeggen, dit is niet normaal meer. Waar ben ik nou? Ik heb dit echt helemaal geblokt, joh. Wat moet ik doen? Let maar op. Het is heel simpel. Ja, snap je? Ja. Ja. En dat gewoon een aantal keer. En dan zegt ze, oh, nu ben je klaar. En dan, oh, je moet tegen een trainer. Oké, nu gaan we het nog een keer doen. En dan, ik kan me dit zo niet herinneren. Het slaat nergens. Dit noemen ze ESP training. What the fuck is hier ESP aan? Je kan toch niet voelen wat zij voor emotie wil dat je toont? Oh, en de frame drops. Godverdomme. Godverdomme. Finish! Ik denk dat ik nog liever een movie recap van Kingdom Hearts ga kijken van Jordi. Dat snap ik. Ik denk dat jij zelfs The Power of Us kijkt. Dat denk ik ook, ja. Maar jij sport. Jongen. Oeh, ik moet tegen een hele vuile bitta. Dat is wel een hele fijne bitta, inderdaad. Gelukkig heb je een zoomerilling. Oh, 1 AP zo jammering. Saai shock. Het is zo saai dat ik gewoon bij jou ga kijken. Aqua jetting. Zo. Ik vind jou wel echt een dans, Marieke. Marieke. Heb jij nou een Goomy in je team? Misschien. Goomy. Curly, ja. Curly. Mooiste schaap van het land. Hij heeft zijn voet verbrand. Wow. How do I say goodbye tegen een vuile curly? Ik denk dat we de gym battle sowieso voor de volgende aflevering bewaren. Even kicken. Ja. Janken dan, vuile hoerenbit. Oeh, de doggoe gaat een keer. Ik weet niet of dat... Goomy. Ja, de doggoe gaat nog steeds een keer. Er wordt nu zeggen, voor het huis wordt er een doggo uitgelaten. En daar reageert mijn doggo op. Nou, je moeder moet heel hard lachen. Die is er niet zo blij mee. Oh, toch niet hard lachen. Was het wel lachen dan? Dat dacht ik. Nee, ik dacht dat ik hoorde dat ze zei dat hij moet ophouden. Maar... Oh, slik goomy. Ach ja, het zal wel. Not important, niet importante. Moet ik dit nog een keer doen? Ja, zeker. Maar Nandoing, waar zijn we mee bezig? Ja, dat vraag ik me soms ook af. Als ik een ESP training doe, dan vraag ik me ook af, wat de fuck ben ik mee bezig? Zo, de training. Wat ben ik aan het doen, jongens en meisjes? Oh, ik moet sowieso ook tegen die Grumpig zo meteen en die Hatterene en die Sloop ook. Hatterene. Ja, kan iemand dat even in de comments achterlaten? Waar de fuck zijn we mee bezig? Jordi, laat even je comment achter. Nog een keer. Enter sarcastic comment hier. Ja. Oh, verkeerde. Bijna de verkeerde. Oh, maar als je hem één keer verkeerd doet, dan kan je hem nog de juiste doen. Let maar op. Ik doe nu de verkeerde. En nu doe ik de goede.
Net op tijd. Maat, zijn we een keer klaar? Wat is dit voor ons, heen, jongens? Wacht, ben jij nu ook al met de tweede keer bezig? Ja. Wajo? Waarom ben je het zo snel heen? Omdat ik Curly one-shotte. Milan, het duurt zo lang, Ing. Ja, het duurt zeker lang, Ing. Deze beta heeft een Grumpig. Dit is toevallig de Vina Michelle nummer. Ja, want het duurt te lang. Of is dit... wacht op Sandring. 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 Sandring, we do be loving you, but we pesting you sometimes also a little bit. Ik heb hem al heel lang niet gesproken. Ik ook niet. Kijken. Ik denk misschien in een stream van Paddy. En sowieso in de app natuurlijk. Ja, oké. In de app, ja. Indeedy is psychic. Indeedy psychic? Vraagteken. Is het normal psychic? Normal? Wat is een normal en Indeedy? Normal. Indeedy is volgens mij heel normaal in de furry community. Oh, in de Felicify community? In de Felicify community. Hey, Felicify een community? Helaas wel. Het verbaast me nog steeds. En volgens mij uploadt hij nu heel veel Palworld shit. Ja, dat zal wel, ja. Dat geloof ik meteen. We gaan nu kijken. Nu moeten we het weten, jongens en meisjes. Dames en heren. Koeken en patatjes. Pannenkoeken. Oh, ook nog Calm Mind. Ja, kijk. Okay, die gaat mij slopen. Snor. Heb jij een snor? Nee, deed snor. Ik heb wel een snor, maar het is meer een baard. Even kijken. Hij heeft de laatste paar video's. Ik miste wat. Nee, AP. Oh, shit. Oeps. Bob. Ah, gelukkig heeft Bob wel een... Oh, fuck. Doet hij weer rest? Is Psychic ook super effective op Ghost? Nee. Jij bent alleen... Switching. Switching die bitching. Maar echt. Indeedy is echt tante sterk. Leave Britney alone. Oeh. Holy shit. Hij is dood. Zou ik eerder zijn dan de Indeedy met ja. Skeledurge? Skeledurge is wel traag. Ik ben niet eerder dan Skeledurge. Nu is Skeledurge dood. Nee. Ik heb wel een free switch in, maar... Je zou even... te veel je, hoe heet het, kunnen gebruiken, je jumpluff om hem te laten sleeping. Yeah. Sleeping powdering. En dan kan je altijd nog U-turnen. Avoid it, dat hey. Ah, je hitte nu wel in ieder geval. Ja. Yeah. Oké, U-turn. Oh, wat een gore beta is dit. U-turn the fuck out of there. Shut up, ding. Klaar skating. Ja, ik moet nog tegen zijn derde Pokémon. Oh, ik dacht dat ik drie Pokémon had. Heb je de manager al gekillt? Oh. Nee. Ah, hij heeft een Medicham. Een Medicham. Een I did the stupid gym test. My life is ruined. Alles zit nog onder het limiet, gelukkig. Oké, healing. Als een motherfucker. En dan... en verwachting op jou heen. Kijk, Batsboom, Playruff. Zeker Batsboom, Playruff.
het is toch wel interessant dat jouw mascotte Pokémoning, dat het gewoon de game doorheen gaat. Ja, dat is al. Ik heb Azumarill zo vaak. Ik hou van Azumarill. Holy damn. Ik heb wel een paar keer geprobeerd, maar het lukt mij gewoon niet. Ik ben niet wijs genoeg om Azumarill te gebruiken. Mm. Nou, hij moet huge power hebben, Playruff en eigenlijk waterval. Maar... Ah, de waterval komt nog wel. Dat leert hij vanzelf wel, Link. Lekker, Link. Goed. Ik denk dat ik jullie wil bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende aflevering heb ik een nieuwe Pokémon in mijn team voor de gevallen strijder Skeledirge. Tot de volgende keer. Adios, amigos.